We zijn hier in Malden op de Rijksweg. Nou, en zoals je kan zien, het is volop langs de route gevuld met mensen, muziek, gezelligheid. Maar het is ook al heel druk hier langs de route. Vroeger dan normaal, nou zijn wij niet heel vroeg, maar echt sinds vroeger dan normaal is het hier al druk. De burgemeester hebben we al gesproken en die zei ook, het is drukker dan anders, maar het is één groot feest en hij wenst ook iedereen nog heel veel succes. De laatste dag van de Vierdaagse, hoe is dat? Heel erg zwaar. Heel erg zwaar, maar gaat u het halen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk? Tuurlijk. En de vier dagen haal je ook de vierde dag, altijd. U voelt zich gesteund, aangemoedigd? Absoluut, absoluut. Elk dorpje wat je inkomt is geweldig, ja. Dit is de laatste dag van de Vierdaagse. Hoe is het? Oh, is de last day op de Vierdaagse? How is it? So far so good. So far so good? Yes. Enjoying, having a good time? Everywhere is a party. It's always so much fun. Yes, exactly. Everyone, not only the people that are walking, but everyone else also has a party. Goedemiddag! Goedemiddag! U bent hier aan het supporten, zie ik. Ja, wij zijn aan het supporten. Vraag je wie? Voor vrienden, familie? Ja, we voor vrienden. Maar kijk, je ziet al dat bier. Wij staan al half uur te wachten onder adres, is het bier lauw. Om een lekker biertje te geven aan de wandelaars. Dat zijn vrienden van ons. Ze lopen de 50. En die zal wel lang voorbij zijn, maar we hebben ze er niet gezien. Maar gezelligheid. De sfeer is hier top. Oh, nee. Aanmoedigen. Alles is leuk. Nee, ja, sorry. Ik dacht dat hij het was, maar hij was het niet. De laatste dag van de Vierdaagse. Hoe is dat? Ja, dat is hartstikke fijn. Gaat u het halen? Zeker weten. U bent lekker aan het aanmoedigen, zie ik. Ja. En doet u dit al 4 dagen lang? Nee, vandaag. Want het is de laatste dag. Extra bijzonder. Ja, en ik heb zelf vorig jaar gelopen. En ik weet hoe ontzettend fijn het is als er mensen langs de kant klappen. En dat gebeurt hier in Malden een beetje te weinig, vind ik. Nou, we zijn nu in Malden en u zei het al, het is hier al druk, hè? Ja, zeker. Alles ligt natuurlijk wat voor op schema door de inkorting van de 10 kilometer. Maar wij ontvangen ze met open armen en zeer van harte hier in Malden in de gemeente Heumen. Ze zijn van harte welkom, al die mooie lopers die zo'n unieke prestatie leveren. En merkt u er nou iets van dat de route anders is? Nou, daar zat natuurlijk een unieke route in, namelijk de 20 kilometer. En die ging langs en door Heumensoort. Ik heb daar heel veel mooie reacties op gekregen dat de wandelaars dat echt van toegevoegde waarde vonden. Dus zo zie je maar dat bepaalde beslissingen ook weer leiden tot hele mooie nieuwe dingen. En wat wilt u nog als laatste even aan de wandelaars meegeven? Ik wil alle wandelaars heel veel succes toewensen met de laatste kilometers van de Via Maldiola over de Via Gladiola naar Nijmegen, naar die felbegeerde eindstreep. En ik hoop dat iedereen die eindstreep vandaag ook op tijd haalt. Mooie laatste kilometers. Ja, dat denk, ik denk dat het ook mooi is. Hier is al een goed feestje en het wordt alleen maar meer. Het wordt alleen maar meer. Ik wens ze allemaal heel veel succes. Je hebt je eerste gladiola al binnen. Hoe ben je eraan gekomen? Ja, een stukje verderop stonden ze gazen uit te delen. Dus ik dacht, ik pak er van centje mee. Ben jij Gonnie? Ja, ik ben Gonnie, ja. Hey, want hier staat het, hè. Gonnie is hier. Op, voor wie is dat? Van mijn man, maar is na de eerste dag al uitgevallen. Oh, u had het wel al helemaal klaar, maar hij is zelf al uitgevallen. Ja, maar nou doet je mee aanmoedigen, hè? Ik loop heel even naar uw man toe, want het is natuurlijk echt wel zuur om hier nu te zitten. Ja, want u bent dus uitgevallen. Ja, helaas. Ja, wat is er gebeurd? Een mankement aan mijn voet, zo zullen we het noemen. Ja, en dag 1 al tijdens de route of niet meer gestart de volgende? Ik heb dag 1 uit kunnen lopen, alleen dag 2 niet kunnen starten. Wat staat er op jouw t-shirt? Nou, dat is om te vieren dat ik mijn 20e vierdaagse loop. Dus het is van dit keer de 20e keer dat jij hem loopt. En hoe is het vandaag gegaan, of deze 4 dagen? Op zich wel goed. Ze hebben dat vandaag 10 kilometer korter gedaan. Maar ja, het is een beetje bewolkt. Achteraf zou je zeggen, nou, was eigenlijk niet nodig geweest. Lucht het op nu je minder bepakking nodig hebt? Nou ja. Kijk, vooral dat ik met deze mannen en vrouwen kan lopen, dat is het belangrijkste. Ja, je hebt het gehad of niet? Nee, gewoon nog even heel eventjes rusten, maar ik denk dat het goed komt. Ja, je hoeft niet meer zo ver, hè? Maar scheelt het dat je minder kilometer mag lopen vandaag? Het scheelt wel, alleen de warmte valt nog wel mee gelukkig. Maar misschien is vanmiddag dat je echt denkt, poeh, het is niet te doen. Ja. Maar tot nu toe is het prima hoor. Want jullie hebben hier allemaal lekkere stoelen aan. Zijn die voor jullie of zijn die voor de mensen die langslopen? Voor de mensen die langslopen inderdaad. Ja, dat ze eventjes kunnen uitrusten. Zeker op deze warme dag is dat natuurlijk wel ideaal als je dat kan aanbieden. Dus dat is super. Ja. En scheelt het nou iets dat je iets minder bepakking mee hoeft te nemen? Ja, wel een gedeelte hoor. Ja? Ja. Want je denkt gewoon een dagrugzakje nu op? Het is alleen met mijn water wat ik nu bij heb. Alleen water. Ja. En hoe eet je dan? Ik heet Martijn.
Hoe eet jij dan? Ik denk een extra zakje nog mee voor het eten ook. En okay. Dus. Jullie staan hier langs de route. Is dat iets terugkerends of is dat iets wat voor het eerst is? Ja, een van mijn vrienden die woont hier, dus die woont mooi langs de route. Dus dan gaan we daar lekker bij staan. En dan kunnen we ook mooi de Vierdaagse wandels helaas bekijken.